Ja, hoe was het na corona jaar? Ja, na corona jaar vind ik nog wel heel ben ik nog voorzichtig mee, want ik heb nog niet het idee dat het over is. We zijn er nog niet helemaal uit. Maar in ieder geval mochten we wel weer open in juni. Ik heb al gesproken hadden we maart, april, mei natuurlijk ook open gegaan, maar dat kon niet in het kader van de corona. Dus in juni gingen we open. En ja, hoe is dat? Continu aanpassen. Dat is eigenlijk wat je moet doen. Je moet continu weer aanpassen aan de nieuwe regels. En dat maakt het wel lastig. En dat is ook waarom wij besloten hebben om een programma te maken wat sowieso kan. Tot zover natuurlijk de regels blijven wat het is. Als het zwaarder wordt, dan zullen we natuurlijk weer even moeten aanpassen in het aantal mensen die die ons kunnen bezoeken. Maar dat is niet zo ingewikkeld, omdat de rest aangepast is op het draaien in coronatijd. Ja, en, het, ja, en wat we ook geprobeerd hebben. Is namelijk om het boek op tijd af te krijgen. Luc Angelique Gipper, medebeheerster en partner van mij, die was al een tijdje bezig met het boek over Brederode. Ja, en dat is weer de andere kant van coronatijd. Je bent niet open in die maanden, dus je kan extra aandacht aan andere dingen weer geven. Ja, dus het is gelukt om het boek af te krijgen. Ja, en die is 3 juli gepresenteerd. Ja, het boek gaat echt puur over het geslacht Brederode. Over de 18 heren van Brederode. Het leuke is natuurlijk is er nog nooit een boek geweest. Die alle 18 heren omschrijft. En dat maakt het heel speciaal. We hebben natuurlijk een stapel boeken over de ruïne. Maar dit is het eerste boek over de familie. Nou, we Bij elke maand hebben we ruïne bewoond. Dan komen de Midde middeleeuwse bewoners van het kasteel weer tot leven. En heel vaak hebben we ook gasten, dus reenactors. Uh, dat is meestal aan het einde van de maand. Dus moet moeten even op de website kijken wanneer dat precies is. Verder hebben we in september een muziekweekend. Dus dat is op vrijdag. Zaterdag en zondag. Dat is op 17, 18 en 19 september. En, uh, ja, en verder zijn we in de zomervakantie open. Van woensdag tot en met zondag. Uh, van uh, 11 tot 5 uur. En dan is het is wel handig dat mensen even van tevoren hun uh, kaarten al bestellen. Want we hebben tijdsloten. Zodat de mensen verdeeld over de dag de ruïne mooi kunnen bekijken. En dan hebben we natuurlijk een prachtige tentoonstelling. De Playmobil tentoonstelling Strijd om Holland. En er zijn iets van 4000 Playmobil figuurtjes, en uh, gebouwen, schepen die de mensen kunnen bekijken. En daarmee kunnen ze de geschiedenis van de ontwikkeling van uh, het Koninkrijk der Nederlanden uh, bekijken. Hoe dat gegaan is met een enorm leuke speurtocht.